Wat mag er nou wel en wat mag er niet in het Vondelpark? Amsterdam Oud-Zuid heeft met een lijst voorstellen de discussie gestart. Opvallend, seks in een donker bosje moet kunnen. Onder het motto, iets wat toch wel gebeurt, kun je maar beter bespreekbaar maken. Een wereldberoemd park waar jaarlijks 10 miljoen mensen van genieten. Noem één keer het woord seks in een proefballonnetje over het Vondelpark en de pers staat op de stoep. En één element wordt eruit gehaald, het pikantste element, dat begrijp ik ook wel. Maar het is maar een deeltje van hoe wij denken over het fijne gebruik van het Vondelpark. Deze borden met gedragsregels over honden, barbecuen en naaktzonnen staan er net. Het stadsdeel Oud-Zuid wil er nog een paar verboden bij. Seks op de speelplaats, dat is taboe. Maar het stadsdeel wil ook plekken aan gaan wijzen waar je straks wel mag vrijen. Officieel is het verboden, maar het gebeurt toch overal. We hebben een ballonnetje opgegooid. Kijk, die seks, dat mag natuurlijk niet open en bloot. Hè? We weten dat... Wel bloot hoor. Wel bloot, maar goed, niet voor iedereen zichtbaar. Hè? Maar in een donker bosje mag het wel. In een donker bosje waar niemand er last van heeft, ja, waarom zou je dan daar actief op gaan handhaven? Dat moet iedereen lekker doen als ze er zin in hebben. Nuchter Amsterdammer. Lijkt mij een beetje koud. Ik geloof dat er meer ontlasting van bezoekers ligt in de bosjes tegenwoordig dan van honden. Een beetje gefozen in het Vondelpark, ja, dat is toch ook wel romantisch, denk ik.